Met hun Brabantse dialectrock spelen ze al 25 jaar zalen, tenten en festivals plat. Rock'n'roll band We See Experience uit de Raamsdonksfeer. Van hardlap tot smart rock, zeggen ze zelf. De 25-jarige historie van deze bekende Brabantse band is nu vastgelegd op een DVD. En die is dit weekend officieel gepresenteerd. En de titel is ja, Zo ging het en zo gag het. Heel goed. Zeg ik het ook goed? Ja. Jawel, hè? Ook geoefend. Goed, Patrick, jij bent zanger, gitarist en oprichter, 25 jaar. Wat krijgen we nou allemaal te zien op die DVD? Ja, heel het verhaal. Het begonnen is, wij zijn ooit met tweeën begonnen op een heel duf zolderkamertje. En ja, heel ontstaansgeschiedenis van onze band wordt erin. Ook nieuwe beeld. Dingen, mensen, dingen die mensen nog nooit gezien hebben kunnen hebben? Of. Ja, ook van het, we hebben 22 maart hadden we het jubileum bij ons in Raamsdonksfeer. En daar staan ook beelden van op. En oude beelden, fragmenten, interviews, foto's. Mm-hmm. Peter, wat vind jij zelf het leukste op die DVD? Ja, toch het 25-jarige jubileum. Dat is zo groots aangepakt en zo'n fantastisch succes geworden. Allemaal met oud-bandleden die ooit eens meegespeeld hebben en allerlei gasten. En dat was ja, voor mij het hoogtepunt van 25 jaar. Spelen dan. Hè. Spelen dan, ja. Daar komen we zo op terug. Want ik wil even terug naar het eerste optreden. Het allereerste optreden van de We See Experience. Dat was een drama, heb ik gehoord. Drama. Een grappig drama. Ja, wij waren toen 17 jaar. En Peter Jans was er trouwens ook bij. Je ziet een stukje op de achtergrond. Oh, het was gewoon. Dan gaat het alweer verder in de tijd. Oké. Maar vertel. Ja, het is allemaal begonnen met cassettebandjes. We hebben cassettebandjes uitgebracht, maar die werden allemaal gekopieerd en doorgekopieerd. En op een gegeven moment hadden zoveel mensen die cassettebandjes. En toen vroegen ze van, willen jullie een keer optreden? Ja, optreden. En dat was gelijk. Een volle zaal ook gewoon. We wisten hoe we niet mee maakten eigenlijk. En dat was ons debuut. Ja. Heb je dat ook zo ervaren toen? Ja, ik speelde toen zelf nog niet erbij. Toen was jij de geluidstechnicus. Ik had geluid. Ik werkte toen nog bij Prisma. En wij hadden gewoon voor het werk hadden we geluidsinstallatie. En Patrick speelde bij ons bandje. Ja. Nou, een mensbandje wat we opgericht voor de grap. En ja, vandaar, dan regel ik dat geluid wel. Dat vinden ze vast wel goed bij Prisma. Want later ben je de bassist geworden in de band. Ja, ik weet niet precies meer hoeveel later. Maar dat ja, dus dat was volgens mij een maand of 3-4 later. Maar hij is ook nog een jaartje tussenuit geweest. En toen is hij weer teruggekomen, ja. Want hoe ervaar jij al die jaren, als je dan terugkijkt op 25 jaar? Ja, geweldig. Het gaat, ja, het gebeurt. En dan loopt het door. Dat is heel gek, want je kunt dit niet verzinnen. Dat snap je wel. Hun hadden allerlei krankzinnige teksten. Maar heel veel mensen vonden dat grappig. Ja. En steeds meer mensen vonden dat grappig. Die snapten die hele mop wel. Die snappen wel wat hij bedoelt. Dat hebben we toch ook gezegd op de dingen. Dat het de grap is van het publiek en van ons samen. En die grap is wel heel groot geworden. Ja, Want eigenlijk is een beetje het geheim dat je een soort onzin tekst hebt op bestaande nummers, toch? Daar is het mee begonnen, ja. En dat slaat ontzettend aan. Ja, de klankassociatie met de originele titel. Dat is de kracht, denk ik, geweest in het begin. Ja. Maar we zien op de achtergrond, dan zien we het inderdaad voorbij komen. Dan zijn jullie ook nog uitgeroepen tot beste dialectband van Nederland. Was dat het grootste compliment als dat band? Dat was zeker een compliment, ja. Daar waren we wel trots op, hoor. Er waren er een heleboel die meededen. En als je dan wint, dan ga je heel blij naar huis. Ja, hè? En ook aan de andere kant, jullie hebben een aantal nationale hits nog gehad. Die hebben ook op grote evenementen gestaan, ook op de Zwarte Cross. Ja. Wat was het mooiste plekje om ooit op te treden? Poeh, dat is gevaarlijk, hè? Dat is gevaarlijk. Ja? Maar jij kunt rustig zeggen, je stopt er toch mee. Ik stop met spelen, maar ze komen mij overal tegen. Zo heb jij gezegd van Geelzalf, wat heb jij gezegd van Almkerk, zijn twee toppers. Ja. Heel vreemd, heel kleine dorpjes en er staat een feesttent waar 1500 man in zit. Het gaat eigenlijk om de sfeer, dus de plek is niet echt zo belangrijk. Ja, de sfeer. Mensen vragen ons ook voor de sfeer. En het publiek die vindt ons leuk vanwege de sfeer. Ja. Hoeveel mensen heb jij nou versleten in de tussentijd? Want er zijn er nogal wat gegaan, zeg maar. Ja, dat valt wel mee. Of valt het dan mee? Vijf oud-gedienden. Mm-hmm. En die vormen toevallig ook nog eens een complete band ook nog. Ja. Die hebben ook gespeeld op het 25-jarige jubileum. Dat is toch elkaar toch wel samenstelling. Ja, 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 ja. Dat is allemaal heel goed gegaan. Ja. Ja, maar jij, Peter, jij geeft aan van je wil het eigenlijk voor zijn voordat het te veel wordt. Voordat je het heeft niks met het optreden en zo, dat je dat niet meer leuk vindt. Nee, helemaal niet. Maar waarom wil je dat dan? Hè? Je gaat op de achtergrond, ga je verder.
Ja, ik doe wel een heleboel dingen op de achtergrond. Ik wil niet een percentage, maar de helft van mijn tijd is misschien spelen en repeteren. En de andere helft is thuis op het werkhok zitten. Maar wint het spelen dan niet? Of ben je met anderen nog meer onmisbaar? De afweging is ook, ik bedoel, ik heb wel wat lichamelijke probleempjes van een auto-ongeluk overgehouden. Maar ja, ik wil niet stoppen als ik daar op het podium met door mijn knieën ga of zo. Nee. Dat vind ik niet. Maar heb jij ook een officieel afscheidsconcert, zeg maar? Of een... Gaan we wel iets voor bedenken, denk ik. Ja, dat vind ik wel leuk. Want er is een nieuwe bassist, hè? Er is een nieuwe, ja. Hoe heet hij? Jos Verheijen. Ja. Daar hebben we een foto van, toch? Heb je daar een foto van? Ja, dat is Jos. Is dit nou wel een waardig opvolger voor jou? Mag je hem een beetje? Dit is een van de beste bassisten die ik in jaren gezien heb. Ja? Het is ongelooflijk wat die jongen presteert. Doe dat dan zeer? Nee, dat zou flauw zijn. Ik bedoel, als iemand beter speelt dan jij, moet het dan mij zeer? Nee, dat vind ik kinderachtig. Dat is ook zo, voel ik dat ook helemaal niet. Ik denk, hey, weer een stapje vooruit voor het bandje. Ja, weer meer mogelijkheden, want dat is natuurlijk wel. Want wat is de koers? 25 jaar, die zitten er nou op. Gaan we 25 jaar nog verder? Gaan we nog veel meer van jullie horen de komende 25? Of wat denk je? Ja, nou ja, ja, ja. We gaan door, ja. Denken dan? Ja, dat weet ik niet. Echt ik denk dat ik ben nou 32. Nee, ik ben 42. ik denk dat ik tot mijn 50ste toch wel wil, ja. Dat zou mooi zijn. Ik kan eigenlijk niet heel veel anders zijn. Dat is vaak ook een probleem, als je niks anders kunt. Dat ken ik wel heel goed. Maar goed, we geven een DVD weg, hè? Twee zelfs. Ja. Wil je hem winnen? Dat kan. Dan moet je ook je motivatie mailen naar onderons@omroepbrabant.nl. Dus vandaag zijn er twee dingen te winnen. Ik heb een prachtig boek, Solitude, van Jeroen en de DVD. Vind je het niet goed? Jawel, ik had het graag gehad. Dus. Wou je ruilen? Zullen we het zo doen? Ik ga gewoon een motivatie schrijven. Nou, wij zorgen dat de kijkers ook gewoon nog een prijs winnen, geen probleem.